Ze zijn er in alle soorten en maten. En ook van alle busbedrijven die ooit in Gelderland rondreden. Er is zelfs een autobus uit Zwitserland. Dit is een Sauer, een Zwitserse postbus. Die in dienst gedaan heeft bij de Zwitserse post tot ergens in de eind 60e jaren. Ze stonden verspreid over de hele provincie, maar zijn nu samengebracht in Apeldoorn in een nieuwe remise. En dat vind ik heel belangrijk. Ze stonden eerst in Beekbergen, maar of Lieren, maar dit is dichter bij huis. De Stichting Veteraan Autobussen zet zich in voor de instandhouding van mobiel cultureel erfgoed. Vanuit het hele land zijn er mensen gekomen om zich te vergapen aan de collectie. En ze hoefden niet alleen maar passief te kijken, instappen mocht ook en er werd zelfs rondgereden in een oude bus. Dat is echt werken. En dit is een hoop bekijks. Dus. Bezoekers zijn ook zaterdag nog de hele dag welkom in de nieuwe remise van Apeldoorn. Maar wat zei je nou, wat wil je worden? Dokter en een buschauffeur. Dat wil ik allebei worden, maar dan kan ik kiezen.